En dan zitten we nu aan de goede kant van het werk, toer 3. En dat kan je altijd zien omdat dan het werkje naar je toe komt nu. Kan je ook zien aan je steekmarkeren die je waarschijnlijk geplaatst hebt in de eerste steek. Maar je ziet het ook aan de blaadjes. Die liggen aan deze kant van het werk. Niet aan deze kant, want daar zie je echt die relief steken. En hier zie je mooi de blaadjes ontstaan. Dus we zitten nu aan de goede kant van het werk. We zetten eerst even aan de verkeerde kant nog twee lossen op. 1. en een losse tweede. Dus zorg dat die steek wat groter is, zodat je een losse losse hebt. Daar maak ik mijn steekmarkeertje in vast. Draai mijn werkje. De twee lossen zijn voor je eerste steek. Dus die eerste steek sla je over. In de tweede steek ga je weer onder twee draadjes door. En dan maak je je stokje. Een stokje in het stokje van de vorige toer. Dan maak je een stokje in de losse ruimte van de vorige toer. Twee lossen. En een stokje in diezelfde twee losse ruimte van de vorige toer. Zo ziet dat eruit. Gaan we naar de volgende toer, toer 3: met twee lossen. 1, 2. Deze stokjes gaan we nu weer samen haken zodat het weer een uh, nauwer blaadje wordt. Kijk, ga ik weer laten zien? Dan weet je waar je mee bezig bent. Je ziet hier dat die eerst breder wordt. En hier gaan we hem weer smaller maken zodat het een puntje gaat worden. Dus we gaan de steken samen haken. En gelukkig is dat aan de voorkant, want dat is wel makkelijker als in plaats van een reliefsteken achter haken. Nu kan je de reliefsteken voor haken en we gaan gelijk leren samen haken. Je hebt dus twee lossen. Daar gaan we. Omslag. En net moest je achterlangs, duwde je hem naar achteren. Maar nu willen we het stokje zien, dus hij gaat naar voren. En dat doe je door van achter naar voren het stokje naar voren te duwen. Je haalt dan voorlangs het draadje. Kijk, het draadje leg ik hier al een beetje neer. En die haal ik er onderdoor. Wel rustig werken dat je een beetje ruimte in je draad hebt. Anders wordt het veel te strak, dat blaadje. En dan doe je weer een relief verlengd stokje voor. Dat doe je als volgt: eerst door 1 en dan omslag door 2. Maar we willen samen haken, dus ik laat het hier even bij, want deze moeten we laten staan. We hebben nu 2 uh, lusjes op de haaknaald. Maak je weer een omslag en dan pakken we de. Tweede steek op, want we gaan het blaadje weer kleiner maken, dus we gaan om de tweede heen. Kijk, dat zie je als volgt: je ziet hier achter het draadje. Ga je dit stokje daar gaan we omheen werken door voorlangs in te steken, achterlangs weer omhoog? Dan duw je dat stokje naar voren. Daarom heet het relief verlengd stokje. Voor je duwt het stokje naar voren, weer leg je je draadje op je haaknaald, rustig haalt hem eronder door. Heb je vier. Steek vier lusjes op je haaknaald. Doe je eerst een lusje door 1 en dan een lusje door 2. Dan heb je nog steeds drie steken op de haaknaald. Dus nu heb je twee stokjes gehaakt, want kijk, je ziet hier heel duidelijk, we hebben dit stokje omhoog gehaakt, we hebben dit stokje omhoog gehaakt en nu maken we van twee steken maken we één en dat doe je door omslag door alle drie. En kijk. Dan krijg je dat die taps toe gaat lopen en dan worden die twee steken, worden één steek. Je hebt hier nu nog maar één steekje aan de bovenkant zitten. Zo heb je ze samengehaakt. We gaan het zo meteen nog een keer doen, want aan deze kant moeten we hetzelfde weer doen. We maken nu een gewoon relief verlengd stokje voor. En dat doe je als volgt. Omslag, dit derde stokje ga je hier aan de bovenkant om het stokje heen. Je steekt voor in, gaat om het stokje heen, duwt hem naar voren, leg je... Kijk, je legt je draadje weer op je haaknaald. Niet te strak, gewoon losjes. Haalt het draadje eromheen. Zet hem op je haaknaald. En je ziet, ik speel een beetje dat dat draad lekker losjes op mijn haaknaald ligt. Omslag door 1. En dan maak je je stokje. Omslag door 2. Omslag door 2. En kijk, omdat je om het draadje hebt gewerkt, wordt het een relief stokje voor. Mooi hè. Nu gaan we weer samen haken. Let op: omslag. We gaan die vierde stokje gaan we omheen bouwen. Dus je steekt voorin om het stokje heen. Duw je hem naar voren. Je legt je draadje op je haaknaald. Haal het draadje omhoog. Zet hem rustig op je haaknaald dat hij ruimte heeft. Eerst omslag door 1. En dan omslag door 2. Maar dan laat je hem staan. Je maakt het stokje niet af. Want we willen hem samen haken. Omslag. We gaan aan het nieuwe stokje beginnen. Dat is de laatste. Ga je van voor naar achter omheen. Duwt het stokje naar voren, legt het draadje weer op je haaknaald, haal het draadje naar boven, heb je vier lusjes op je haaknaald. Omslag door 1 is de verlengde stokje wat je nu maakt, het verlengde relief stokje. Omslag door 2 is het stokje voor de helft afgemaakt. Allebei de stokjes hebben we nu voor de helft afgemaakt. En nu maken we hem af door hem samen te haken. Omslag door alle drie. En nu heb je van 5... Blaadjes Of 5 stokjes heb je er nog maar 3 over, want deze is samengehaakt, die is alleen en die is samengehaakt, dus dat zijn nog maar 3 steekjes over van de 5. Hierboven zie je dat: 1, 2, 3. Mooi hè? En dan zometeen maken we die ook weer samen tot 1, maar dat komt zometeen pas. Gaan we nog niet over beginnen. Gaan we 3 lossen: 1, 2, 3, en dan in het beginnende steekje wat we net hadden gemaakt. In dit stokje maken we 3 stokjes. 1 2 en 3. Drie. drie lossen. 1 2 3. En we gaan weer de blaadjes samen haken. Ik ga hem nu ietsje sneller doen, want ik denk dat je het wel begrepen hebt hoe het werkt. Omslag. We gaan om dat eerste stokje heen een half eigenlijk de helft van het stokje afmaken. Dat doe je als volgt. Omslag. Je steekt van voor naar achteren weer terug naar voren. Je haalt het stokje naar voren. Draadje leg je op je haaknaald. Die haal je eromheen. Heb je er drie op je haaknaald? Dit stokje gaan we maar voor de helft afmaken, want we moeten twee stokjes samen haken. Dus omslag door 1, omslag door 2. Is het, halve, of het stokje half afgemaakt. Nu gaan we het tweede stokje ophalen. Omslag. Het tweede stokje ga je van voor naar achteren erop. Omheen, je duwt hem naar voren, leg je draadje op je haaknaald, omslag, maar haal je er tussendoor. Heb je vier draadjes op je haaknaald, omslag door 1, omslag door 2 is je tweede stokje voor de helft afgemaakt. En nu maken we ze samen door omslag door alle drie, heb je van 2 één steekje gemaakt. Omslag, we gaan nu een uh, relief uh, verlengd stokje voormaken. Omslag. Je steekt van voor naar achteren om het stokje heen, duwt hem naar voren. Leg je draadje op je haaknaald. Omslag door 1. Of omslag halen, sorry. Omslag door 1. Omslag door 2. Omslag door 2. is een gewoon een relief verlengd stokje voor. Nu gaan we ze weer samen haken, deze laatste twee. Omslag. Het vierde stokje ga je omheen, haalt een draadje. Eerst door 1. En een omslag door 2. laat hem staan. Omslag. Het vijfde stokje gaan we nu haken, reliefstokje. Je steekt van voor naar achteren, haalt hem naar voren, haalt een draadje. Heb je er vier op je haaknaald? Eerst een omslag door 1. dan een omslag door 2. Heb je twee stokjes half afgemaakt. En nu maken we ze helemaal af. Omslag door alle drie. Tweede blaadje afgemaakt. Zie je hoe mooi die al begint te worden? Cool, hè? 2 lossen. En we gaan weer naar het middelste gedeelte 2 stokjes. 1 en 2. 2 lossen. 2 stokjes. In de losse ruimte van het tussenstukje. En nu gaan we de volgende set blaadjes maken. 2 lossen. We gaan eerst deze pakken. Het de eerste stokje gaan we een relief verlengd stokje voormaken. Poeh, het is echt een mond vol hè? Omslag om het eerste stokje heen, draadje halen. Hebben we er drie op de haaknaald? Omslag door één, omslag door twee, laat de twee steken staan. Omslag onder het om het tweede stokje heen, van voor naar achteren. Ja, nou ja, ja je steekt voor in, achterlangs eromheen, draadje halen. Heb je er vier op je haaknaald? Omslag door één, omslag door twee. We gaan ze samen haken. Omslag door 3. We maken een relief stokje voor. Door achterlangs het stokje naar voren duwen. Draadje halen. Eerst door 1, waardoor we hem verlengen. Omslag door 2. Omslag door 2. Gaan we het stokje weer samen haken. Twee stokjes. Dus we maken omslag. Het vierde stokje ga je omheen. Draadje halen. Eerst omslag door 1. Omslag door 2. Laat de twee draadjes staan. Omslag, we gaan het vijfde stokje voorom maken, dus we steken van achter naar voren in, halen een draadje, hebben er 4 op de haaknaald. Eerst een omslag door 1, dan een omslag door 2, we gaan ze samen haken. Omslag door 3, 2 of 3 lossen: 1, 2, 3, 3 stokjes in het ene stokje wat je er net ertussen gemaakt hebt. Maken we 3 stokjes in, oh, ik had een dubbel draadje. 1, 2 en 3. 3 lossen en we gaan weer blaadjes samen haken aan de voorkant. Dus we steken van achteren naar voren in, halen een draadje, omslag door 1, omslag door 2, laten 2 draadjes staan, omslag, tweede stokje gaan we omhaken, halen een draadje, hebben we er 4 op de haaknaald. Eerst omslag door 1, omslag door 2. Hebben we er 3 over? Omslag door alle 3 is het de het stokje samengehaakt. Maken we een gewoon relief verlengd stokje voor? Is omslag door de, om het derde stokje heen. Draadje halen. Eerst een omslag door 1. En dan je stokje. Omslag. We gaan ze weer samen haken. Dus het vierde stokje gaan we omheen halen. Een draadje. Zet hem op je haaknaald. Omslag door 1. Omslag door 2. Laat hem staan. Omslag om het vijfde draadje of stokje heen. Haal een draadje. Eerst een omslag door 1, dan een omslag door 2 en dan een omslag door 3. Heb je ze samengehaakt. Zo ziet hij eruit. Twee lossen. En als je nou een langere sjaal maakt, ga je weer verder hè, naar het tussenstuk. Ben je op het eind. Dan haak je hem zo. En in die losse ruimte van de vorige toer maak je een stokje, twee lossen en een stokje. En dan maak je in het stokje een stokje. En je maakt in de tweede losse een stokje. En gelukkig gemarkeerd, dus dan kan je het makkelijk vinden. En dit was toer 3, je blaadjes beginnen al te komen.